We doen een oproep aan alle modelbouwers van de regio Leiden, Leiden en omstreken zou ik zeggen, om ons aquarium te verrijken met een mooie mini-molen, de Valk. Kindercardioloog Arno Roest is trots op het aquarium in de wachtkamer van het Willem-Alexander Kinderziekenhuis in het LUMC. Er zijn verschillende Leidse objecten in het water te zien. Rembrandt kan je daar vinden, er staat een leienaartje in, de Leidse sleutels zijn te vinden en er staat ook een molen in. Nou, dat molentje voor aquarium, die markt is niet zo heel groot. Dus Aqualease, waar we het aquarium van leasen en die ook ons heel erg helpen met het mooie inrichting van het aquarium, die is op zoek gegaan naar een molen. En dat is eigenlijk niet de molen die we van Leiden kennen. Ja, de molen die we uit Leiden kennen is natuurlijk Molen de Valk. We doen een oproep aan alle modelbouwers van de regio Leiden, Leiden en omstreken zou ik zeggen, om ons aquarium te verrijken met een mooie mini-molen de Valk. Wat we willen vragen aan alle modelbouwers is om een voorstel van hoe zij denken zo'n molen te kunnen bouwen naar ons op te sturen. info@wakz.lumc.nl. Als je daar een A4'tje naartoe stuurt, hij mag ongeveer 45 centimeter hoog zijn, 30 centimeter breed en moet Molen de Valk met de aanbouw zijn. Stuur dat naar ons in voor 1 november en dan maken wij daar een keus. En hopelijk hebben we een winter waarin we lekker kunnen bouwen en tot we in het voorjaar jouw molen kunnen plaatsen in ons prachtige aquarium. Roest benaderde Danielle Boer van Molenmuseum De Valk en stelde voor om de wedstrijd samen te jureren. Ik vond het gelijk een leuk idee. De molen is natuurlijk een heel bepalend gebouw voor de stad Leiden. De Leidenaar die kent hem allemaal, maar het is ook leuk voor de kinderen. Dus vandaar dat we graag meewerken. Er staat nu al een molentje in. Wat zijn de belangrijkste verschillen tussen dit molentje en Molen de Valk? Het molentje wat er nu in staat is een poldermolentje. Dus dat is een klein molentje met de wieken die gewoon langs de grond draaien. Onze molen is een stellingmolen, dus die is veel hoger en daar zit dat balkon omheen. Dus dat is in ieder geval een groot verschil. Jullie krijgen zo meteen een heleboel inzendingen. Wie gaat er beslissen welke molen er uiteindelijk gebouwd gaat worden? Dat gaan Arno en ik samen doen. En we eventjes goed kijken met hoe het plan eruit ziet. En het meest geschikte plan gaan we hier dan zien hopelijk.